Ik wil graag van harte welkom heten mevrouw van Ypenburg, verpleegkundige specialist huisartsenzorg, en de heer Arnold Bosman, epidemioloog. En gelijktijdig zijn er drie andere experts aanwezig, de heer Schellekens, Badjou en Van Elst. Maar zij zullen het woord vandaag niet voeren, omdat we gewoon een beperkt tijd hebben. Maar hun expertise wel aanwezig. En we moeten echt om 10:45 afronden. Ook omdat we de vreselijke gebeurtenissen in Libanon gaan herdenken. En we iedereen de tijd willen geven om op tijd in de plenaire zaal te zijn. Maar ik wil u van harte welkom heten. En ik geef u graag als eerste gelegenheid het woord voor een korte aftrap. En daarna gaan we meteen door naar vraag en antwoord. Dank u vriendelijk. Goedemorgen, dames en heren. Dank u wel voor de gelegenheid om met u te spreken over de uitdagingen die de coronapandemie nu ons in Nederland voor ons heeft voorgeschoteld. Voor u zitten twee betrokken professionals en vertegenwoordigers ook van een grotere groep individuen die samen erg gemotiveerd zijn om samen met de overheid de schouders eronder te zetten onder de preventie en de bestrijding van de coronapandemie. Die groep heeft zich recent gedoopt tot Red Team. Dat heeft al meteen wat speculatie over onze motieven opgeleverd in de media en andere social media. De betekenis van onze naam gaat niet verder dan de functie die Red Teaming in het bedrijfsleven heeft gekregen in de laatste jaren. Namelijk het verkleinen van de kans op tunnelvisie en groepsdenken binnen een organisatie. Dus het identificeren van blinde vlekken. En het is een filosofie van georganiseerde tegenspraak die uitgaat van een constructieve motivatie om uiteindelijke processen sterker en effectiever te maken. En als er één ding is dat we sinds januari hebben geleerd van dit jaar, is dat die pandemie echt een schoolvoorbeeld is van een zogenaamd wicked problem. Er zitten zoveel aspecten aan dat de bundeling van analyse en oplossingsrichtingen eigenlijk alleen maar een groot aantal invalshoeken vraagt voor een effectieve aanpak. En de focus op cijfers, kliniek, virologie en epidemiologie maakt die context erg smal. Ons Red Team heeft een grote diversiteit aan professionele invalshoeken. Omdat we het oplossend vermogen van gezondheidseconomen, van gedragswetenschappers, van eerstelijns gezondheidszorg, van toegepaste veldwetenschap, van organisatiewetenschap, complexiteit en onzekerheid en nog veel meer nodig hebben. En ons gezamenlijke doel is het onderbreken van het SARS-CoV-2-virus binnen alle groepen in onze samenleving. Mijn naam is Arnold Bosman. Ik ben epidemioloog. Ik heb 16 jaar in Nederland gewerkt als arts infectieziektebestrijding, waarvan 7 jaar bij de GGD, 10 jaar bij het RIVM. En zeer veel met GGD's gewerkt in het kader van de publieke gezondheidszorg. En vervolgens 10 jaar bij het Europees Agentschap voor Infectieziektebestrijding in Stockholm. En de coördinatie van veldwetenschappen als respons op epidemieën zoals deze. En ik ben zeer blij en vereerd dat ik mag deelnemen ook in de groep die zich nu Red Team noemt. En ik geef ook heel graag het woord aan mijn collega Nienke van Ypenburg voor haar introductie. Dankjewel, Arnold. Goedemorgen, mijn naam is Nienke Ypenburg. Ik ben verpleegkundige specialist binnen de huisartsenzorg, zowel in de dagpraktijk als op de huisartsenspoedpost. Mijn deelname aan het Red Team geeft eigenlijk mijn expertise neer vanuit het werkveld, vanuit de plek waar eigenlijk de zorg ontstaat, zeker in de coronapandemie. Het is zeker waar dat vanuit hier het beleid ontstaat hoe we hiermee moeten omgaan met deze crisis waar niemand een ervaring mee heeft. We zijn geen van alle experts, we zijn geen wetenschappers die toepasbaar is op een virus. Maar ik sta wel met de poten in de kleien en ik zie wat er gebeurt. Ik zie wat er gebeurt met onze burgers, met onze patiënten en met al het zorgpersoneel en zorgprofessionals die het moeten doen en die moeten draaien daar. En het gemis op dit moment aan samenspraak is eigenlijk enorm aanwezig. En zoals we nu staan in het Red Team willen we een georganiseerde tegenspraak, maar we hopen het uiteindelijk te kunnen omdraaien naar die samenspraak, zodat we samen kunnen vertellen aan u hoe het is en zodat u het kunt uitdragen en we samen georganiseerd kunnen optrekken om het virus te bestrijden en om een stukje humaniteit terug te brengen bij een ieder thuis. Want thuis, dat is het plek waar de mensen ziek worden
En daar is waar de ellende begint. Niet op de IC, want dan is het te laat. En dat is mijn reden en mijn rol binnen het team. Misschien mag ik u nog kort uitnodigen, mevrouw Ippenburg, om nog iets te vertellen over wat uw 2 of 3 belangrijkste punten zijn. En daarna geef ik de gelegenheid voor het stellen van vragen. Gaat uw gang. Geef ik het woord graag even aan Arnold. Zeker, dat mag. We zien een aantal belangrijke kernthema's waar we aandacht voor willen geven. En in de brief die hebben we gestuurd staan natuurlijk veel meer details. En we hebben die ook gericht op het proberen te helpen, het zoeken naar vragen die vanuit het parlement of vanuit uw rol ook een bijdrage kunnen leveren aan een effectievere bestrijding. De thema's die we zien is als eerste een scherpere regie op risicocommunicatie. Het tweede thema is een versterkte efficiëntie van de teststructuur in Nederland. Dus eigenlijk de structuur voor wat wij noemen populatiediagnostiek. Wat iets anders is dan de diagnostiek die al bekend is in de zorgstructuren. Het derde thema is het versterken van het bron- en contactonderzoek. Niet alleen van de uitvoering, maar ook naar de lopende onderzoek naar de effectiviteit ervan. Zodat je een lerende feedbackloop hebt. Het vierde thema is het voltooien van het publieke corona-dashboard. Waarbij alle stakeholders in de samenleving dus ook echt kunnen zien hoe het zit in de hele keten. Dus niet alleen aan het eindpunt waar de dweilen nodig zijn, maar dat het dashboard ook laat zien van hebben we problemen aan de kraan. En dat is op dit moment nog niet het geval. En het laatste, dat is misschien in de afgelopen jaren heb ik dat ook als public health professional heb ik de waarde van het woord een beetje zien devalueren, maar ik noem het toch preventie. Preventie naast bestrijding. Bestrijding is een reactie en preventie is het vooruitlopen op. En als we het hebben over gedragsverandering en dat soort zaken, dan hebben we het puur over preventietaken die eigenlijk van oudsher ook bij onder andere bij de GGD zijn belicht. En dat zijn de 5 thema's waarin we hebben geprobeerd ook die meer gedetailleerde onderwerpen die we in de brief hebben genoemd te rangschikken. Heel hartelijk dank. Dan geef ik nu gelegenheid graag als eerste aan de heer Ascher om een vraag te stellen. Zeer veel dank voor uw komst allemaal. Als je ziet waar we vandaag staan, we hadden vorige week 4000 besmettingen. Dan is die brief van u allen nogal urgent. Mijn vraag zou zijn, die gaan vooral over het tweede en het derde thema. Dus testinfrastructuur en het bron- en contactonderzoek. Welke maatregelen zouden we met elkaar vandaag moeten nemen om te zorgen dat dat snel op orde komt? En als ik we zeg, dan bedoel ik Kamer en kabinet. We hebben later vandaag debat. Wat zou concreet helpen om dat testen laagdrempeliger te maken en het bron- en contactonderzoek effectiever? Als u praat over het effectiever laten verlopen, dan zullen we ook meer samen moeten gaan werken om de mensen zelf aan te vinden. Eigenlijk. Wat je eigenlijk op dit moment ziet is dat we niet genoeg bereik hebben binnen de burgers, niet genoeg het besef hebben van de burgers om zich überhaupt te laten testen. En daarnaast ook zullen ze gewoon goed begeleid moeten worden op het moment dat ze positief getest zijn in de quarantainemaatregelen, maar ook in het bron- en contactonderzoek die daaraan vasthangt. Dus dat is echt wel een bittere noodzaak. Dus we moeten meer teruggaan naar de burgers en een besef gaan creëren wat het belang is. Ook in de groepen en in de groeperingen die in het begin van de crisis eigenlijk veel minder geraakt zijn. En, of aanvankelijk bereikt zijn misschien wel zelfs. En ik denk dat we daar een enorme achterstand in hebben opgelopen. De mensen die zijn in het begin niet meegenomen in die crisis. Er zijn natuurlijk een hoop mensen die het vertrouwen zijn kwijtgeraakt omdat ze de regels van toen in het begin heel erg anders waren, heel erg anders werden uitgedragen. En daar hebben we een enorme achterstand in. Dus we moeten het bereik veranderen eigenlijk en vergroten. Dank u wel voor deze vraag. Concreet zien we eigenlijk stappen in twee domeinen. Aan de ene kant de motivatie van de burger om testen te vragen. Dat is een belangrijk domein. En de andere is het bereik van de bereikbaarheid van het testen. Dat heeft meer te maken met infrastructuur. Als ik met het laatste mag beginnen,
De huidige infrastructuur van 20.000 tot 30.000 testen per dag is iets wat ik letterlijk een jaar geleden als science fiction zou hebben bestempeld. Het is werkelijk onvoorstelbaar in mijn ogen wat GGD's in Nederland voor elkaar hebben gekregen in zo'n korte tijd. En als ik de cijfers zijn er niet, helaas, want dat zou eigenlijk ook op zo'n dashboard moeten staan. Maar als ik een schatting moet maken dat we nu ongeveer 85% van de bevolking bereiken, hè, dus bereikbaar zijn voor de test. De mensen die een auto hebben en die naar de teststraat kunnen gaan, et cetera. Dan wordt het een discussie van een glas half vol of een glas half leeg. Als je voorbereid wilt zijn op de tweede golf, dan menen wij dat je die missende 15 tot 20% zeker ook nog moet dekken. Dus dat betekent een versterkte efficiëntie van de infrastructuur. Er moet meer outreach komen. En niet verwachten dat mensen, dat Mohammed naar de berg gaat, maar dat de andere kant, de andere richting ook goed is. En dat vergt eigenlijk iets waarvan ik, en dat zeg ik ook als met mijn oude GGD-ervaring, wat je niet moet willen leggen op de schouders nog eens extra van de GGD. Dus een praktische stap is versterk die efficiëntie van de infrastructuur met een of andere outreach naar de mensen die geen auto hebben, die bedlegerig zijn, die op een andere manier moeilijk bereikbaar zijn. Ik weet dat er een aantal GGD's in de veiligheidsregio's al hebben geëxperimenteerd met mobiele diagnostische eenheden. Als dat werkt, dan is dat knap. Maar het is een enorme tour voor een GGD. Ons advies zou zijn, probeer een centrale organisatie te hebben die aanvullende capaciteit kan doen. Dus dat over de bereikbaarheid. Als je het hebt over de motivatie, dan kom je eigenlijk terug naar die risicocommunicatie. En dan zie je dat al die domeinen toch met elkaar te maken hebben. De motivatie van de burgers om zich te laten testen neemt af. En dat heeft te maken met inconsistente boodschappen, tegenstrijdige boodschappen. En het feit dat er minder draagvlak is, ook minder vertrouwen is in de uitspraken die er nu worden gedaan vanuit het wetenschappelijk domein. En risicocommunicatie is juist het vak die probeert die boodschap ook echt logisch te maken voor de belevingswereld van een burger. Dus focus op risicocommunicatie zou het tweede praktische punt zijn. Hartelijk dank, mevrouw Marijnissen. Mag ik u een vraag geven? Zeker. Hartelijk dank ook allemaal voor jullie komst. Ontzettend fijn dat dit nog zo voor het debat geregeld kon worden. Mijn vraag gaat over de beschermende middelen voor zorgverleners. Een beetje in het verlengde van wat net al genoemd werd, duidelijke communicatie, dat het in één lijn moet zijn. In jullie brief van afgelopen maandag schrijven jullie dat het beleid, de richtlijn van het RIVM nu voor beschermende materialen voor zorgverleners, dat niet in samenspraak is met wat het ACDC, niet te verwarren met de band, maar zeg maar het Europese RIVM voorschrijft. Kunnen jullie dat wat nader toelichten? Ik denk dat de afgelopen periode en de afgelopen maanden ontzettend veel gesproken is over de beschermende maatregelen. En wat de consequenties zijn geweest van het niet correct gebruik. Of sterker nog, de enorme schaarste die er heerste. Op het moment dat je gaat praten over schaarste en gaat denken in schaarste, dan creëer je ook schaarste. Ik denk dat het vooral nu heel erg belangrijk is, als het gaat om deze beschermende maatregelen, dat we vooral heel erg helder hebben en gaan uitdragen naar de zorgverleners dat we ze hebben. Maar dat de infrastructuur, waar het in eerste instantie ook ongelooflijk fout op is gelopen, dat die nu ook helder moet worden uitgedragen naar alle zorgverleners. Tot aan de thuiszorg, de ZZP'er aan toe. En die delven continu het onderspit in de verspreiding van de middelen. Dus daar zit zeker een punt waar we nog heel scherp moeten naar gaan kijken. Want de cijfers lopen op, dus de vraag neemt toe. Daarnaast is het zo dat er ook een enorme verspreiding is van beschermende middelen. Met name de mondkapjes, waarvan je kunt afvragen of zij van kwaliteit zijn. Dus daar is ook nog een focus op om te kijken of dat wel klopt. Een vraag. Het is afgeschaald. Ja, het is afgeschaald. En voor onze zorgmedewerkers voelt het alsof het is afgeschaald op basis van schaarste en niet op basis van evidence. Ik denk dat we in eerste instantie onze zorgverleners en zorgprofessionals moeten beschermen. Die plicht hebben wij. En dat betekent dus dat we niet moeten afschalen op schaarste, maar dat we moeten gaan opschalen naar veiligheid. En dat sowieso voorop staat. En dat het voornamelijk in de eerste lijn, in de wijkzorg en zelfs in de nulde lijn waarschijnlijk nog niet voldoet aan
aan hoe het eerst was. Er is een notitie bijgekomen dat we als zorgverlener het zelf mogen bepalen. Is niet voldoende. Er moet meer daadkracht. Ja. De heer Bosman? Ja, in aanvulling op wat mijn collega zegt. Natuurlijk zijn er internationale richtlijnen. U noemde het ICDC. Die zegt eigenlijk van op het moment dat je over een gemeenschap, een land spreekt waar je community transmission hebt, hè, dus verspreiding van het virus, aantoonbare verspreiding binnen de gemeenschap, dan is het raadzaam dat alle zorgverleners bij alle zorgcontacten, ook voor niet-covid-zorg, een medisch mondmasker dragen. Daarin is het ICDC zeer helder. En het verbaasde mij om te zien dat in de richtlijnen van het RIVM dat wordt tegensproken zonder dat helder is op grond van welke bewijsvoering dat is gedaan. Nog los van internationale richtlijnen die je wel of niet zou kunnen of willen aannemen, is er ook een kwestie van plausibiliteit en logica. En dat is denk ik zoals burgers ook kijken naar het advies. Als je op het sprinterritje van 7 minuten van Houten naar Utrecht verplicht bent om een mondkapje te hebben, op straffen van een boete. En je komt een ziekenhuis binnen waarbij je aan de poort, als je geluk hebt, staat er aan de poort van goh, mensen met klachten moeten de blauwe ingang nemen. En je weet, dat is inmiddels ook gecommuniceerd richting de burgers, dat je al 2 dagen voordat je klachten hebt al besmettelijk kan zijn. En je komt dan een ziekenhuis in en je komt dan zorgverleners tegen die jou niet met een medisch mondmasker benaderen. Dan stuiten die tegenspraak stuit je tegen de borst. En dat is een van die dingen die ook zeg maar, het vertrouwen in de communicatie ondermijnt. En dat kan je ondervangen, dat moet je ondervangen met risicocommunicatie. Hartelijk dank. Mevrouw Element, mag ik u het woord geven? Ja, veel dank ook namens mij voor uw aanwezigheid. Heel belangrijk voor ons om het debat ook goed te kunnen voeren vanmiddag. Ik heb een vraag over het bron- en contactonderzoek. Daar zijn natuurlijk heel veel zorgelijke berichten over. Vandaag ook een heel indringend stuk van een redacteur van Volkskrant zelf die besmet is. En nou ja, ze laat zien hoe dat dan gaat. Dus zowel bij de GGD Amsterdam dat er te weinig mankracht is om het werk goed te kunnen doen, als aan de kant van haar omgeving mensen die om verschillende redenen niet bereid zijn om mee te doen. Dus er is echt een probleem. En mijn vraag sluit eigenlijk een beetje aan bij die van Lodewijk Asscher. Wat zouden we nou concreet op de korte termijn kunnen doen om dat bron- en contactonderzoek goed genoeg te organiseren? En wanneer kunnen we dat niet meer? Want dat is denk ik ook een belangrijke vraag. Want dan zullen we wat anders moeten doen en daar is geen duidelijkheid over. Hè. We hebben een inspanningsverplichting, maar ja, wanneer bereiken we een grens dat we zeggen we kunnen niet meer voldoende in sommige regio's met bron- en contactonderzoek het virus indammen? Dus heel benieuwd. Wat kunnen we concreet doen om het bron- en contactonderzoek effectiever te maken? Ik heb een soort persoonlijke, meer emotionele impuls die dan naar boven komt. En ik zou zeggen, laten we stoppen met kibbelen over de interpretatie van de richtlijnen. De eerste golf is gekenmerkt door een behoorlijke mate van publiek gekibbel over hoe dat bron- en contactonderzoek zou moeten plaatsvinden. Aan de ene kant heb je organisaties zoals ECDC en WHO. Die zeggen dat bij een goed bron- en contactonderzoek dat je de contacten die in quarantaine gaan voor 14 dagen, dat je die dagelijks moet bellen. Nou, dat is al een onderwerp geweest van een publieke gekissebis, waarbij het bijna leek op een ouderwetse Nederlandse koehandel. Van ja, eer van nee, we bellen helemaal niet en we geven de index een briefje mee. Tot mensen die, waar ik toe hoor, die zeiden van nee, je moet elke dag bellen om die mensen te helpen en te begeleiden. En ergens zijn we in de polder in het midden uitgekomen met 3 keer bellen, 1 keer aan het begin, 1 keer na 7 dagen en 1 keer na 14 dagen. Ik denk, en daar heeft iedereen en ikzelf ook, die aan dat gekissebis heeft deelgenomen, heeft daar natuurlijk ook schuld aan. Dat daarmee richting de burger niet echt heel erg veel vertrouwen is gekomen richting dat bron- en contactonderzoek. Daarnaast heb ik ook in de praktijk gezien, hoewel ik al zelf 16 jaar uit de GGD-praktijk ben, maar ik heb in de praktijk recent bij bevriende GGD's gezien dat het bron- en contactonderzoek via zeer goedwillende, ook opgeleide vrijwilligers, meer als een handhavingsproces wordt ingericht dan een handreikingsproces. De voormalige directeur van het CDC in Amerika, Friedman, die zei het heel goed: bron- en contactonderzoek is een sociaal proces van de ene mens die de andere mens helpt.
En de samenleving vraagt één mens om 14 dagen zich totaal af te zonderen van het samenlevingsproces. Daar heb je hulp bij nodig. Niet iemand die je elke dag belt met een checklist om te handhaven. Heb je dit wel gedaan? Heb je dat wel gedaan? Maar wat heb je nodig? Hou het nog vol. We weten uit de tijd van SARS 1, 2003, weten we vooral uit de landen waar veel SARS was, dat dag 4, 5, 6, dat zijn de dagen dat de muren op je afkomen. Dat je er echt naar buiten wil, dat je je familie weer wil zien, dat je toch weer bij die verjaardag wil zijn. Help die mensen daar doorheen. Ondernemers met een kappersbedrijf of wat voor zaak dan ook, die zullen de druk voelen van een inkomstenderving. We hebben al een tijd geleden in Binnenlands Bestuur samen met collega Sander Koolman ervoor gepleit dat gemeenten daar ook een helpende hand en een sociale handreiking doen om inkomstenderving tegen te gaan. Het is ons op dit moment nog niet gelukt om het bron- en contactonderzoek voorbij het hele technocratische proces, zoals dat in het protocol staat, richting de burger te brengen. En ik ben bang dat we nu steeds meer de prijs gaan betalen van een soort afzetten, emotioneel afzetten van de burger tegen dat proces, als het ons niet lukt om dat een sociaal proces te maken. Dat is mijn persoonlijke mening. Ja, je ziet, dit is ook wat je heel erg ziet in de praktijk. De mensen die hebben allemaal een eigen redenen om wel of niet mee te doen aan zo'n bron- en contactonderzoek. En het is zo persoonlijk voor een ieder om niet mee te doen of om daar niet in het geheel eerlijk over te zijn. Als je kijkt naar bepaalde middelen zoals als het gaat over geld, als het gaat over voedsel, als het gaat over psychische begeleiding. We hebben eigenlijk alle middelen hebben we eigenlijk in Nederland, maar we vinden elkaar niet. En daar zit ook nog een belangrijk item, dat het zicht op zo'n op een persoon die ziek thuis zit of besmet thuis zit, is zo minimaal. We hebben zoveel middelen om ze aan te reiken, maar we krijgen ze niet als een geheel bij een patiënt. En daar zit ook nog een wereld in te halen. We hebben het. Het kan. Dus zullen we zelf ook als zorgverleners anders moeten gaan kijken hoe we de mensen kunnen bereiken. En inderdaad gaan vragen van nou, wie bent u en wat heeft u nodig om om deze paar weken door te komen. Dank. De heer Krol. Ja, dank. Ik was heel blij met jullie opmerking dat je aandacht vraagt voor mensen die niet met de auto naar de teststraat kunnen komen. In mijn achterban zijn natuurlijk heel veel mensen die of geen auto meer hebben of geen auto mogen rijden. En dat zijn de mails die ik het vaakst binnenkrijg van mensen die zeggen ik zou zo graag willen, maar hoe moet ik dat regelen? Dus dat is inderdaad een probleem. En een andere zaak waarvan ik niet weet of u er iets over kan zeggen, maar ik heb de laatste tijd veel contact gehad met specialisten in Taiwan. Een land kleiner dan Nederland met meer inwoners wonen dichter op elkaar. En een van de dingen die mij daar het meest is opgevallen is dat men zei, jongens, in al die bejaarden- en verzorgingshuizen, zet alsjeblieft de airco uit en zet de ramen wagenwijd open, want die ventilatie is zo verschrikkelijk belangrijk. En dan hoor ik Van Dissel gisteren zeggen, ja, als die airco's aan bouwbesluit voldoen, dan is het goed. Maar er is in 2011 nog onderzoek geweest. Het gaat juist heel slecht met die luchtkwaliteit. En uw vraag is? Ja, of u dat herkent. Ja, het is, ik denk dat het een focus nodig heeft. Dat we goed moeten kijken naar hoe het zit met de ventilatiesystemen in de verpleeghuizen. We weten inderdaad al jaren dat er verouderde processen plaatsvinden in de verpleeghuizen. En ik denk dat daar een gedegen onderzoek gedaan naar moet worden. Zeker. Bedankt voor uw vraag. Het korte antwoord is, ik weet dat niet. Ik denk ook niet dat wij in ons team hier een pasklaar antwoord voor hebben. Dit is typisch een van die onderwerpen die tijdens de rit naar voren komt. En waar je in het algemeen de capaciteit moet hebben om hier snel onderzoek naar te kunnen doen. Ik ben 15 jaar lang coördinator geweest van het Europese Programma voor Interventie Epidemiologie Training. Het is een 2-jarige specialisatieopleiding waarbij epidemiologen van allerlei achtergrond, niet alleen humane geneeskunde, maar ook veterinaire, nursing, social sciences. In 2 jaar leid je ze op om tijdens crisis als deze, onder al die moeilijke en vertekenende omstandigheden, onder hoge tijddruk en politieke druk en mediadruk, snel veldonderzoek te doen
om antwoord te krijgen of in ieder geval betrouwbare informatie over onderwerpen zoals dat van u. En vanuit dat perspectief zou ik willen zeggen, het is niet een direct antwoord op uw vraag, maar het is wel een hele relevante vraag en die zou je moeten kunnen onderzoeken en snel beantwoorden. En snel heb ik het over een kwestie van weken en niet maanden. Met het inzetten van die methodiek die al een kwart eeuw in Europa bekend is en waar ook al 25 Nederlandse specialisten in de afgelopen 25 jaar mee zijn opgeleid. Ik denk dat die methodiek veel vaker en meer structureel kan worden ingezet op dit soort praktische vragen vanuit het veld. Mevrouw Diersens. Ja, dank u wel. Ook voor uw komst en uw kennis die u met ons wilt delen. Ik heb eigenlijk, ik sluit me helemaal aan bij de vragen die geweest zijn, maar ik heb eigenlijk nog wel een vraag die mij triggert naar aanleiding van uw inleiding over preventie. Vooruitlopend op. Hè. We zitten nu in een situatie die we niet helemaal goed hebben aanzien komen. Het is ons toch ook een beetje overkomen. Mentaal, fysiek welbevinden is superbelangrijk. Maar ik ben net op werkbezoek geweest in mijn stad Groningen bij het UMCG. En er werd gesproken over primaire preventie, secundaire preventie, tertiaire preventie. In de context van deze crisis waarin wij zitten, hoe moet ik dat duiden? Als u zegt van we moeten meer inzetten vooruitlopend op wat ons nog te wachten staat, waar we nu inzetten op preventie. Daar zou ik graag een visie op willen. Bedankt voor deze vraag. Het is, het zit heel dicht bij mijn professionele hart. U verwijst naar primaire, secundaire en tertiaire preventie. En ik denk dat de boodschap die wij vanuit Red Team zouden willen overbrengen is dat alle drie in deze situatie van groot belang zijn. Om u een praktisch voorbeeld te geven. Het opzetten in Nederland van deze unieke teststructuur om infecties vroeg te kunnen diagnosticeren. Daarmee heeft de infectie al plaatsgevonden. En wat je dus probeert te doen is in een zo vroeg mogelijk stadium die geïnfecteerde persoon te identificeren. Zodat je ook zo vroeg mogelijk de beste zorg kan geven. Zodat de effecten van die infectie zo minimaal mogelijk zijn. Dat is een typisch voorbeeld van secundaire preventie. Het is je nog niet gelukt om de infectie zelf te voorkomen. Want dat zou primaire preventie zijn. Maar je doet al wel hele belangrijke en ook impactvolle activiteiten om de gevolgen daarvan zo klein mogelijk te maken. Tertiaire preventie, dan zou je veel meer moeten denken aan bijvoorbeeld zoals we helaas in Nederland ook 14 jaar geleden hebben moeten merken in de Q-koorts-epidemie. Ook dat is een acute infectie die ook bij de mens kan voorkomen, maar waarvan we helaas die enorme epidemie die Nederland 3 jaar achter elkaar heeft moeten doormaken, hebben helaas ook geleerd wat de impact is van chronische infectie. Die chronische infectie is dus iemand die al geïnfecteerd is, die al ziek is geworden, maar vervolgens levenslang met de gevolgen van die ziekte moet leven. Nou, tertiaire preventie helpt individuen om te gaan met die gevolgen en om de uitkomsten van die gevolgen voor het dagelijkse leven van die individu zo klein mogelijk te maken. Hopelijk zitten we daar op dit moment, bij deze epidemie, zitten we nog niet bij. Maar ik kan u wel zeggen, op een persoonlijk niveau, toen in het begin van deze epidemie vooral werd gesproken over groepsimmuniteit in het kader van mogelijk echt een strategische beslissing om groepsimmuniteit te gebruiken als een preventief middel. Nou, dat is iets waarbij de haren te bergen reizen als je dat gaat doen met een virus wat 3 maanden daarvoor nog niemand op deze planeet had gezien en had gekend. We kennen nog niet de lange termijn gevolgen van SARS-CoV-2. En iedereen die dat wel zegt te kunnen, daar zou ik een groot vraagteken bij moeten zetten. We hebben professor Goudsmit bij Zomergast een paar dagen geleden horen zeggen, het duurt 10 jaar gemiddeld voordat je een virus echt leert kennen. Nou, we hebben nog een lange leerweg voor de boeg. En om in dat kader, zonder vaccin, te zeggen van goh, of in ieder geval te suggereren dat groepsimmuniteit een duidelijk middel zou kunnen zijn om in te zetten in een bevolking. Ja, dat is een heel riskante strategie. En ik denk dat daar ook helderheid moet komen. Niet alleen richting de bevolking, maar ook richting de politieke vertegenwoordigers. Maar in de zekere zin ook richting de zorgverleners. Helderheid geven over wat is nu precies de strategie. En
En ik heb u al bij de inleiding al gezegd, vanuit het redteam zijn wij een groot voorstander van om die heldere strategie te formuleren als het streven naar nul transmissie binnen alle groepen in onze samenleving. De heer Van Raam. Dank u wel, voorzitter. Dank ook voor het initiatief om deze hoorzittingen te organiseren aan de partijen die dat gedaan hebben. Ik heb een vraag over, gaat over die vijf punten, met name dan preventie in relatie tot communicatie. We zien dat dit kabinet keuzes maakt, keuzes maakt die soms wat leiden tot inderdaad onduidelijke communicatie. Omdat die keuzes soms gebaseerd lijken op een soort afwerking tussen gezondheid versus economie. Ik denk hierbij aan bijvoorbeeld doorgaan van de luchtvaart. Denk aan het toch maar laten voortbestaan van de Nertse houderij. Denk aan het voortbestaan van de slachterijen. Dat soort zaken. In hoeverre beoordelen jullie nu die houding, economie versus gezondheid? Speelt dat een rol in jullie overwegingen? En hoe zou het concept van die risicocommunicatie die u net noemde van toepassing kunnen zijn op, even die drie dingen noemen, luchtvaart, Nertse fokkerijen, slachterijen? Moet daar niet harder worden ingegrepen, met andere woorden. Dank u wel. Dank u. De heer Bosman. Ik wil best beginnen. Dit is waarschijnlijk de meest complexe vraag die ik ook een beetje vreesde van tevoren. Die risicocommunicatie, dat bleek hopelijk ook al uit de introductie, is een proces wat je eigenlijk alleen maar kan inrichten boven al de verschillende disciplines. Het is een proces wat je moet inrichten, denk ik, met name op het beleidsmatige en misschien zelfs op het politieke niveau, waar je die moeilijke afweging maakt tussen al die verschillende belangen. En we weten inderdaad dat de verschillende professionele stromingen in onze samenleving, gezondheidszorg, de economie, dat die soms, de agrarische sector, dat die soms met elkaar op gespannen voet staan. Wat wij vanuit het redteam met onze huidige discussies ook binnen de groep tot welk punt we zijn gekomen, is dat we in ieder geval in deze situatie met de coronapandemie, dat de dingen die we hebben geleerd mondiaal, niet alleen in Nederland, maar mondiaal in de eerste 6 maanden, is dat de belangen van de economie en de belangen van de gezondheidszorg, in ieder geval in dit geval van corona, vrijwel parallel lopen. Het vroeg ingrijpen in de economie is zowel goed voor de gezondheid als goed voor de economie. Dat blijkt uit ongelooflijk veel materiaal wat we overal in de wereld tot nu toe hebben kunnen verzamelen. Er is soms ook een logische dichotomie gesuggereerd van, het feit dat een beleid kiest voor een lockdown, dus het vastzetten eigenlijk van alle de vrijheden en de mobiliteit in een samenleving, dus ook de economische. Het feit dat een beleid kiest voor een lockdown heeft tot gevolg dat er een economische depressie komt of dat er een economische dip komt. Als je kijkt naar een aantal observaties, met name in de Verenigde Staten, die toch redelijk vergelijkbaar zijn qua samenleving en economie, dan zie je dat staten waar het beleid heeft gekozen voor een lockdown, die naast een staat kunnen liggen waar het beleid daar juist niet voor heeft gekozen, vrijwel op identieke manier een dip laten zien in de economie. En dat suggereert wat veel economen eigenlijk al hadden vermoed, dat die economische dip vooral een gevolg is van het gedrag van de burger. Als een angstige reactie op wat er gebeurt. En niet noodzakelijkerwijs een logisch gevolg is van de lockdown zelf. Dit is een simplificatie van iemand die geen gezondheidseconomische achtergrond heeft. Maar ik denk dat dit wel illustreert dat de complexiteit van het proces, en dat je hiermee dus juist al die verschillende disciplines bij elkaar moet krijgen. En dan meer de uitdaging ligt ook echt op de mensen met de verantwoordelijkheid voor die moeilijke beleidsbeslissingen. En dat, daar ligt denk ik een enorme uitdaging. Dat is niet gemakkelijk. Dank u wel. Ja, daar wil ik ook wel graag op toevoegen dat de gezondheidszorg en de economie met elkaar op gespannen voet leven op dit moment. Doordat er niet een hele goed duidelijk beleid wordt gevoerd in gaande van, gaan we nou inderdaad de mitigatie aan of containment, wat doen we?
zullen we altijd in de gezondheidszorg ons moeten manoeuvreren tussen wat er buiten gebeurt. Onze patiënten die hebben ook hun werk, die hebben ook hun problemen, die hebben ook hun economische gang van zaken die ze heel graag willen doorgaan. Anderzijds willen ze ook graag behouden wat hun lief is, hun naasten, hun familie en hun ouders. En iedereen telt mee daarin. En die gespannen voet en dat manoeuvreren waar we nu in de gezondheidszorg mee bezig zijn, dat gaat niet lang goed op deze manier. Omdat we nu eigenlijk een inspanning leveren die dubbel op is. En we hebben de normale zorg en we hebben de coronazorg. En dat is niet alleen meer de zieke coronapatiënt. Het is nu ook de besmette patiënt. Het is nu ook de patiënt die de gevolgen heeft ondervonden. Het is de patiënt die misschien nog helemaal niet weet of die corona heeft. En dus er zal vanuit ons, als wij vanuit de eerste lijn willen voorkomen dat de golf neer gaat slaan op de IC's, in de ziekenhuizen, als wij in vorm van preventie de ziekenhuizen, de tweede lijn, willen ontlasten, dan zullen wij anders moeten gaan organiseren. En ja, dat heeft ook een samenloop met de economie. Die gespannen voet is er. Dank. Mevrouw van Koot-Aarsen. Voorzitter, dank. Veel dank voor uw komst. Ik ben heel blij dat u hier bent om uw brief toe te lichten. Ik heb aan de heer Van Dissel gisteren ook een aantal vragen gesteld over quarantaine. En dat er schijnbaar steeds minder bereidheid is voor mensen om daadwerkelijk zo lang, 14 dagen in dus die quarantaine te gaan. En daarmee schiet dat bron- en dus contactonderzoek zijn doel nogal voorbij. En ik schrok een beetje van het antwoord van de heer Van Dissel, dat er geen structureel inzicht is in hoeveel mensen dat dan zijn en de redenen waarom zij zoveel moeite hebben om zichzelf dus in thuisisolatie te plaatsen. En mijn vraag nu is eigenlijk van hoe zou dat nu aangepakt moeten worden? Is het niet een goed idee om daar toch op anonieme basis te registreren waar mensen moeite mee hebben, hoeveel mensen dat dan zijn en hoe, zodat we ook inzicht kunnen krijgen hoe we de mensen kunnen overtuigen of kunnen helpen om de maatregelen wel op te volgen? En mijn vraag is ook, wie zou dat op welk moment dan uit moeten vragen? Want de GGD is natuurlijk al overbelast. Mensen moeten al heel lang wachten voordat ze mensen überhaupt aan de lijn krijgen. Dus op welke momenten moet het uitgevraagd worden? Wat moet er precies gevraagd worden? Wat moet er geregistreerd worden? En wie moet dat dan gaan doen? Moet dat de GGD zijn? Misschien niet handig. Zou een andere organisatie beter zijn? Zonder dat ik direct door wil stomen naar een oplossing van dit probleem, wil ik hem vooral heel graag erkennen dat hij er is. En zullen we ook moeten erkennen dat het begint, de oplossing begint bij het vinden van de vertrouwen. Het beginnen van vertrouwen van mensen. En het terugwinnen van vertrouwen, die vind je in die relatie, in de zorgrelatie, wie dat ook mag zijn. En daarvoor zul je echt het contact moeten aangaan met de mensen. En of dat dan uiteindelijk al dan niet anoniem moet plaatsvinden, dat is een volgende stap. Hè? De eerste stap begint eerst van hoe gaan we het vertrouwen terugwinnen en hoe gaan we de relatie aan met de mensen die hier zoveel moeite mee hebben. En daarna moet je gaan uitbreiden, schil voor schil, van nou, waar de problemen zitten. Die zal heel individueel zijn. Natuurlijk kun je het in bepaalde vormen groeperen, maar als je probeert te groeperen, dan ga je mensen missen. En dus je zal echt terug moeten gaan naar de essentie van wat er belangrijk is voor mensen zelf. Wij hier allemaal aanwezig, we hebben bepaalde kennis, we hebben bepaalde we hebben ons ingelezen, we kennen de studies, we kennen de wegen, we weten precies hoe het werkt. En dat geeft een bepaalde vorm van macht. Maar buiten hebben mensen heel veel en heel vaak die kennis helemaal niet. En daar begint het dus. En daar zit het probleem ook. Dus we moeten ons veel meer gaan terugplaatsen in de personen zelf. En van onderop beginnen in plaats van bovenaf vertellen wat er moet gaan gebeuren. En daar zit een heel belangrijk stuk. Als je gaat kijken van nou, wie gaat die oplossing bieden,
Ik zou een ieder tekort doen om hier specifiek iemand in te nemen. Maar het begint natuurlijk bij de nulde lijn, bij de GGD. En ik denk dat we dat in tijden van ontschotting we misschien verder moeten gaan kijken dan alleen de GGD. En de zorgverleningschap erin bij gaan betrekken. Bedankt, het is iets waar ik me 100% bij wil aansluiten. Hoewel er veel verandert door de jaren heen, verandert er in mijn ervaring weinig in de manier waarop mensen reageren en waarop je vertrouwensrelaties bouwt. Ik ben het met mijn collega eens dat in eerste instantie de GGD het beste gepositioneerd is in de samenleving om die relaties op te bouwen. Het is ook de praktijk dat je die relaties erg moeilijk kan opbouwen tijdens een crisis. Dit is iets wat je ruim voor de crisis moet opbouwen, die relatie. En wat voor mij het meest bepalend is geweest in mijn carrière, is toen ik mijn eerste baan bij de GGD begon. Dat was op de Veluwe, midden in de Bijbelbelt, midden in het gebied wat door een aantal mensen als zwarte kousen gebied wordt gekenmerkt. Waar gemeenschappen wonen die vaccinatie niet omarmen of soms zelfs actief afwijzen. En toen ik daar kwam als GGD-arts, toen was het allereerste wat ik te horen kreeg. Wij moeten relaties gaan opbouwen met de kerkelijke leiders, met de gemeenschap, met de onderwijzers, maar ook met de thuiszorgorganisaties voor het geval dat er een polio-epidemie uitbreekt. En ik spreek nu over augustus 1992. Twee maanden later was het allereerste poliogeval in de Albrandswaard. En het was de laatste polio-epidemie die Nederland heeft gekend. 73 slachtoffers, een aantal doden. En een flink aantal mensen die daarna die voor het leven getekend zijn. De return of investment van het inzicht van die GGD-directeur, die overigens een tropenarts was en die dus wist ook vanuit het buitenland en vanuit Afrika hoe belangrijk dit soort processen zijn. De return of investment is ongelooflijk moeilijk uit te drukken en daar zou ik gezondheidseconomische collega's eigenlijk voor moeten vragen. Maar wat ik ook heb gemerkt, dat is als je als GGD investeert in zo'n vertrouwensband, dan kom je altijd gemeenteraden tegen die je misschien ook wel de logische vraag stellen van ja, wat levert dat nu op? Wanneer zie ik daar nu iets van terug? Nou, die return of investment, het kan best 30 jaar duren voordat je daar iets van terug ziet. En de prijs die de gemeenschap ervoor betaalt, wordt niet door de huidige coalitie of het huidige zeg maar, kabinet van die gemeente betaald, maar wel voor de opvolgers daarvan. En ik weet hoe moeilijk het is om in die tijddimensie te denken op het moment dat je beleid moet maken wat een horizon van 4 of 10 jaar heeft. Maar daar ligt de uitdaging, denk ik, voor ons allemaal, maar met name ook voor u. Ik heb ruimte voor een tweede ronde, de heer Ascher. Zeer veel dank voor alles wat u nu al heeft gezegd. Ik werd geraakt door het zelfkritische voorbeeld van het gekissenbis en de effecten die dat ook heeft op de bevolking. Van ja, als ze het allemaal oneens zijn, waarom zou ik me daaraan houden? Een onderwerp waar je dat misschien in nog sterkere mate ziet, is bij de mondkapjes. Dus we zien dat het kabinet zegt het werkt niet, maar het moet in het OV en gemeenten mogen het een beetje zelf weten. Terwijl veel Nederlanders natuurlijk in landen om ons heen hebben gezien dat het wel verplicht is in winkels bijvoorbeeld en dat het op zichzelf ook goed functioneert. Wat zou nou uw advies zijn om uit dit gekissenbis te komen? De heer Bosman. Maak een keuze en wees consequent. Ik denk dat consequent zijn de meest gunstige strategie is die je in een crisis als deze kan doen. Je kan consequent fout zijn. Maar als je consequent fout bent en je hebt ook een proces waarbij je gedurende de rit ook open kan zijn over ja, we zien nu dat we fout zijn geweest, misschien moeten we het nu zo doen. Dan vraag ik me af wie die personen zijn die daarop kritiek kunnen hebben. Maar ik ga toch even vragen om dat even te vertalen in van welke conclusie zou je er zelf aan verbinden? De conclusie voor het mondkapjesdebat? Nou ja,
Ja, want u zegt consequent zijn, maar dat staat nog open voor wat betekent dat dan? Dus vandaar, ik help even als voorzitter. Dank u wel. Consequent zijn zou betekenen, ofwel, je zegt het is onze wetenschappelijke mening dat mondkapjes geen enkele bijdrage hebben aan de veiligheid en misschien zelfs een nadelig effect, dan moet je ze zeker niet verplichten in het openbaar vervoer. Dat is consequent. Op het moment dat je ze verplicht in het openbaar vervoer, dan verwacht eigenlijk iedereen, de bevolking, de vervoerders, de mensen op het perron, maar ook de mensen in de zorg, de mensen die niet meer die ervaring willen hebben in de IC die ze in maart en april hebben gehad. Iedereen verwacht van je dat je daar dan consequent mee bent. En ik kan me niet voorstellen waarom leerlingen met z'n twintigen in een klas 6 uur per dag, 4 dagen, 5 dagen per week in een klas moeten verblijven. Zonder mondkapje. Terwijl op een ritje van 7 minuten in de sprinter je dat wel moet doen. Dus wees daar consequent in. En je kan altijd nog zeggen van, goh, over een maand, we hebben nu echt aanwijzingen. We hebben nu daadwerkelijk inzicht dat we dat moeten gaan versoepelen. En dan kan je dat ook weer doen. Mensen zijn er tijdens een epidemie aan gewend dat je verandert van beleid. Waar ze niet van aan gewend kunnen raken, dat is onhelderheid en tegenstrijdigheid. Ik denk ook dat het is leren, observeren en reflecteren. En dat geldt ook voor het uitdragen van een beleid in een situatie waarin we de onzekerheid moeten gaan omarmen. En dat betekent dus ook dat een eerder uitgedragen beleid op een gegeven moment toch verandert. Op het moment dat je verandert, dan krijg je weerstand. Maar de defensieve houding die nu wordt aangenomen in die weerstand, geeft nog meer weerstand. Dus in dat opzicht zou ik eigenlijk bijna zelfs vragen om jezelf als een OMT, als een RIVM, als een kabinet, jezelf daarin kwetsbaar durven op te stellen. Voor de burger, want dan geef je het goede voorbeeld. Mevrouw Marijnissen. Dankjewel. Ik zou nog graag even door willen over het bron- en contactonderzoek. Omdat jullie in jullie brief daar ook aan refereren en de parallel maken met Duitsland. Waar natuurlijk flink, geïnvesteerd wordt in extra bron- en contactonderzoekers. Nou hebben wij natuurlijk in Nederland, refereerden jullie zelf daar ook al aan, behoorlijk wat discussie over. We hebben bij de GGD, wordt keihard gewerkt inderdaad. Complimenten voor al die mensen die daar bijna letterlijk dag en nacht aan de slag zijn. Maar we hebben ook te maken met een GGD die een maand geleden zei, er zitten hier wat mensen duimen te draaien, we gaan in ieder geval niet extra investeren, we gaan eerder afschalen. En nu zegt de GGD, op de brandhaarden moeten we eigenlijk het echte doortastende bron- en contactonderzoek loslaten. Hoe kijken jullie daarna en kunnen jullie een doorkijkje geven toch even in hoe jullie dan die opschaling van die capaciteit het beste voor je zou zien? Eventueel analoog aan Duitsland of andere landen waar wij lessen van zouden kunnen trekken. Ik denk twee hele concrete dingen die je kan doen. Ten eerste besluit, tenzij je echt heel duidelijk bewijs hebt dat dat anders moet, maar besluit dat je gewoon de Duitse norm volgt. De Duitsers hebben in het Duitse kabinet, heeft federaal op 15 april gezegd, deze dreiging vraagt ons om de 300 Duitse GGD's, die redelijk vergelijkbaar zijn qua mandaat en qua structuur met de Nederlandse situatie, kan ik zeggen. Dat die Duitse GGD's 5 extra personen erbij krijgen per 20.000 bewoners. Als je die berekening, als je die norm naar Nederland vertaalt, dan zou je op ruim 3700 extra mensen moeten komen. Doe dat. Dat is een simpel advies. Doe dat. Dan krijg je de situaties dat er momenten zijn, hopelijk, als je de effecten ziet van het collectief van die maatregelen, gaat hopelijk de lijn weer omlaag. Dan is de vraag, wat doe je met al die mensen op het moment dat er niet zoveel contacten zijn om te onderzoeken? Dan wil ik graag terugkomen op uw eerdere vraag. Wat zijn nou de redenen dat mensen niet willen meewerken aan dat contactonderzoek? Wat zijn nou de redenen dat we 75% van de index, zodat we eigenlijk helemaal niet weten waar de bron zit? Op 17 juni heeft het RIVM een brief geschreven met zeer waardevolle indicatoren om dat proces van bron- en contactonderzoek te kunnen monitoren. Eén daarvan is het percentage onbekende bronnen. Vanuit het redteam
kunnen we als eerste ook erkennen dat iedereen die zegt dat het erg moeilijk is om een bron te vinden, heeft volstrekt gelijk, uiteraard. Toch is het mogelijk. En met name als je wat meer capaciteit hebt om dingen uit te vragen, dingen uit te gaan zoeken. Het is een detective werk. Je kan daar heel erg veel uit halen. En juist in tijden dat je het wat rustiger hebt met je veldwerk, dan kan je die mensen inzetten op dit soort kwalitatieve werk. Het slechtste wat je kan doen, denk ik, is om ze naar huis te sturen. Want op het moment dat je ze nodig hebt, ja, dan zijn ze bijna altijd weer te laat. Dat blijkt. Dank, mevrouw Ellemeet. Ja, dank. Ik begreep ook van een GGD-directeur dat een deel van het probleem in die opschaling zit erin dat de professionals bij de GGD, dat je daar dan niet genoeg van hebt om die begeleiding en die supervisie te kunnen doen. Dus dat dat een soort rem is in die opschaling, die natuurlijk heel moeilijk te verhelpen is op korte termijn. Ik vroeg me wel af, zijn er dan niet mensen met expertise zoals bijvoorbeeld u, heeft die niet meer bij de GGD werken, maar die je wel op andere, van andere plekken kan plukken als het ware, hè, om toch die groep te vergroten, zodat je sneller kan opschalen. Dus daar was ik benieuwd naar, maar mijn eigenlijke vraag gaat over die crisiscommunicatie. De minister heeft gisteren aangekondigd, we gaan die quarantaine wordt verplicht als je in contact bent geweest met een besmet persoon. En het is goed dat er daadkracht uitgestraald wordt door het kabinet, maar u hebt ook wel terecht er net aangegeven, ja, het is heel precair, want mensen zijn al soms in de weerstand en het is inderdaad geen handreiking, maar het is eerder handhaving. Dus ze hebben het idee dat ze gestraft worden in plaats van geholpen worden. Dus je zal er zeker goede communicatie en voorlichting naast moeten zetten. Die is er nog niet en ik denk dat heel veel van ons daarop zullen gaan hameren vanmiddag. Want je kan niet het een doen en het ander nalaten. Maar ik ben heel benieuwd hoe u aankijkt tegen die verplichte quarantaine, hè? Dus die boodschap van de minister gisteren. Ik denk ik ben blij dat u deze vraag stelt, omdat tot nu toe vertellen wij u onze plannen en onze gedachtes, waarbij we ook heel erg inzetten op duurzaamheid. Maar we hebben ook een enorme vorm van urgentie. We maken ons zorgen. En we denken dat we dusdanig achterlopen, dat de cijfers nu dusdanig ook omhoog gaan schieten, dat het langzaamaan, we zijn water naar de zee aan het dragen. De verplichte quarantaine is een onderdeel van een beleid waarin je eigenlijk heel snel wil gaan schakelen op die groeiende cijfers. En op de belasting die het nu al geeft op de eerste lijn gezondheidszorg. Hè? Want die belasting, zeker in Rotterdam, waar ik ook zelf ook zit, is best wel aan het toenemen. En we hebben het personeel niet. Zo simpel is het. Dus de verplichte quarantaine gaat hier aan meedragen. Maar we lopen ook vast wederom in die communicatie en in het vertrouwen. En daar blijf ik dus ook op terugkomen. En daarom wil ik ook heel graag blijven uitdragen hoe urgent het is om dit aan te pakken. Omdat het maar mogelijk de kans bestaat, dat, en is zeker heel reëel, dat het heel veel weerstand gaat opleveren. Bij heel veel mensen. Omdat ze begrepen het al niet en dit gaan ze al helemaal niet meer begrijpen. Dus die eenduidigheid in communicatie, de urgentie om het goed uit te dragen en ook voorzichtig te zijn in wat je zegt, maar wel helder en transparant te zijn, ja, die lijn is ongelooflijk dun. Dus ja, dus, ik denk dat we erachter kunnen staan, zeker met de oplopende cijfers nu, dat die quarantaine moet komen. Maar er zit nog heel veel werk achter. U zegt u staat erachter, maar het vraagt wat. De heer Bosman. Ja, mee eens. Het draagt bij. En ik denk dat je op dit moment ook niet anders kan, gezien de ontwikkelingen. We komen terug eigenlijk op wat we eerder zeiden. Dit vraagt om een inbedding in een breder beleid rondom quarantaine, waar ook een handreiking essentieel is naast de handhaving. Daarnaast heb je voorlichting, heb je uitleg, heb je duiding nodig op een terrein wat de GGD van oudsher GVO noemde.
Ik heb u verteld, ik ben een tijdje uit de roulatie geweest, in ieder geval in het gebeuren van GGD's in Nederland. Een van de dingen waar mijn collega's mij in de afgelopen tijden opmerkzaam hebben gemaakt, is het feit dat wat ik als vanzelfsprekend aannam, dat elke GGD een grote afdeling GVO heeft, dat dat al helemaal niet meer het geval is. Dat er een aantal veiligheidsregio's zijn waarbij GVO, de gemeente, even voor de mensen thuis. De gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Dus dat is een van de kernelementen van preventie. Waarbij je die relaties, die vertrouwensbanden al maakt met niet alleen met de bevolking, maar je betrekt er ook de hulpverleners bij. Je doet als GGD ook een auto. Je coördineert dat met de huisartsen, je coördineert dat met de verloskundigen, met de schoolartsen. Er zijn nu een flink aantal GGD's die geen jeugdgezondheidszorg meer hebben. De oude schoolartsen die zijn weg. We hebben de premier, hebben we de urgentie zien uitspreken om jongeren hun gedrag, zich bewust te laten worden van hun gedrag. Dat is een terechte prioriteit. Maar hoe je dat praktisch doet, die instrumenten hebben we gaandeweg ondermijnd en uitgekleed, uitgehold in de afgelopen jaren. Helaas is de conclusie van daar betalen we nu de prijs voor. En die kan je niet in een paar maanden weer opschalen. Dus ja, het is wat het is. We zitten in die situatie. Probeer die verplichting te combineren met een handreiking. En dat kan je doen ook door gemeentes te hulp te vragen. Van hoe maken we dat onze burgers ook die quarantaine vol kunnen houden. Ook als ze belemmeringen tegenkomen. Sociale belemmeringen, economische belemmeringen. Dat kan een GGD niet alleen. Daar moet de gemeente bij helpen. Dank. Mevrouw Diertens. Ja, dank u wel. Ik wou nog even doorgaan op de preventie. En er wordt veel nadruk op gelegd op mensen met fysieke, uit de fysieke doelgroepen. Ik maak me erg veel zorgen over mensen uit de GGZ, thuis en daklozen in combinatie met quarantaine. Hoe gaan we dat doen? En met name ook de sociaal-maatschappelijke ongelijkheid waarvan wetenschappelijk bewezen is dat als je uit deze crisis komt, dat deze mensen vaak nog verder op achterstand zijn dan mensen uit midden- of hogere inkomensposities. Dus mijn vraag is niet van hoe is dit tot stand gekomen, maar in deze crisis waarin we nu zitten, hoe kunnen we met deze doelgroepen, wat is uw visie daarop, hoe we daarmee om moeten gaan? Ja, dit is een van de doelgroepen die u beschrijft, zie ik heel duidelijk in de wijk waar ik werk. Ik zit in een achterstandswijk, een van de armste achterstandswijken, met een hoop problematieken die u nu benoemt. En wat ik vooral zie is, en dan blijf ik toch er ook weer op terugkomen, is we hebben de voorzieningen om deze mensen te helpen, maar we zijn te veel versnipperd met elkaar. En waardoor eigenlijk de verschillende hulpverleners of het totaalplaatje niet meer kunnen zien, of elkaar niet meer goed kunnen vinden. En de problematieken liggen daar vaak zo hoog, zo complex op zoveel gebieden, dat de uitkomst inderdaad is dat deze mensen nog verder op een achterstand staan dan ze al deden. Ook hiervoor geldt, we hebben de voorzieningen. En we zullen inderdaad met de gemeente en de zorgverleners elkaar weer moeten gaan vinden om het weer een geheel te gaan krijgen. En heel snel. Hoe dan? Nou, ik denk dat het zou mij verbazen als we niet weten als gemeente welke voorzieningen je hebt. Dus daar kun je heel makkelijk een voortouw in nemen van kijk wat je hebt. Je weet als gemeente wat je probleemwijken zijn, waar de mensen zitten. En betrek vervolgens de eerste lijn de huisartsen erbij en de hulpverleners die je per wijk hebt zitten. De wijkteams, een heel belangrijk onderdeel. En pak ze bij elkaar, zet ze om een tafel en zorg dat ze het gaan doen. En misschien met één concreet voorbeeld, wat betekent doen? Dat ze gaan zorgen. Ze gaan zorgen. Dat we weer teruggaan naar die zorg. Dus we gaan die mensen als een geheel zien in alle aspecten. Eén iemand neemt het voortouw en terug naar het vertrouwen van de patiënt. Zorg. Dank. De heer Van Aan. Ja, dank u wel, voorzitter. Nog even doorgaan op die wat de heer Bosman de meest complexe vragen noemde. Namelijk die, u zei vroeg ingrijpen is goed voor de economie, is ook goed voor de gezondheid. Dus dat loopt dan parallel.
Ik hoor uw buurvrouw net zeggen, ja, het staat eigenlijk op gespannen voet. Dus dan hebben we iets wat parallel loopt en een gespannen voet is. Dus dat, daar zit wat. En daar gaat mijn vraag dan ook over. Juist in die communicatie die niet uit te leggen is, waarom je wel kan vliegen naar code oranje gebieden, maar we in het openbaar vervoer met mondkapjes moeten zitten. Of het maar openhouden van netse fokkerijen of slachterijen. Die gespannen voet en dat parallel, wat was nou eigenlijk de boodschap van het Red Team? Moet dat nou samensmelten en moet die communicatie nou unaniem zijn? Dus met andere woorden, als je wel mag vliegen, hoef je ook geen mondkapjes in het openbaar vervoer te hebben? Wat is nou eigenlijk de boodschap? Ik kan u helpen, bijvoorbeeld die slachterijen of die netse fokkerijen of vliegtuigen veel harder en strikter handhaven, beperken, sluiten, dat soort zaken. Is dat het in overeenstemming brengen van boodschappen? Dank u wel. Dit zijn de momenten dat we een van onze collega's in de Red Team, Sander Koorman, noden missen. Want dit is inderdaad het veld, denk ik, van de gezondheidseconoom. Vanuit mijn invalshoek kan ik u wel zeggen van ik denk dat te rijmen is, zeg maar, die gespannen voet die mijn collega Nienke Ikbenburg noemde. En het dezelfde belangen dienen, hoe dat met elkaar te rijmen is, dat ligt toch op het niveau van consequent beleid uitzetten. Er lijkt inderdaad een gespannen voet op die beleidskeuzes om wel te laten vliegen, maar mondkapjes in het openbaar vervoer, et cetera. Daar kan al heel erg veel winst worden geboekt om, zeg maar, schijnbare gespannen voet, om dat te ontzenuwen. Het kan natuurlijk zijn dat je op een gegeven moment echt voor een keuze staat waarbij je weet dat het kiezen voor gezondheid niet parallel loopt met de economische winst of doelen die je wilt hebben. Ja, dan sta je op vanuit uw stoel geredeneerd, sta je voor lastige keuzes. Even een verduidelijkende vraag. En in uw mening van het Red Team, staan we nu al voor die keuze of kunnen we dat nog een tijdje voor ons uitschuiven? Nou, ik denk dat er heel veel oplossingen ook zijn. Als ik merk als zeg maar epidemioloog, hoor ik dat organisaties zoals VNO en CW al zelf ook al heel erg veel stappen in de richting doen. Waarvan ik denk van ja, maar dat is ook wat ik als public health of als epidemioloog zou willen. Zoals? Als het bijvoorbeeld gaat om bijvoorbeeld mondkapjes in de horeca. Als men zegt van ja, als ik moet kiezen tussen de horeca sluiten of een lockdown. Dat hoorde ik een Amsterdamse horecaondernemer zeggen. Of op een duidelijke manier mondkapjes in mijn tent. Dan kies ik daarvoor. En als dat de oplossingsgerichte houding is vanuit, zeg maar, het economische deel van onze samenleving, ja, dan kom je heel erg ver. Ik denk dat heeft ook te maken met wat mijn collega Nienke Ikbenburg zegt. Is van wat je nodig hebt, is de intentie en het vertrouwen om eerst met elkaar naar oplossingen te zoeken. En het ook wel accepteren dat je soms daarbij lijnrecht tegenover elkaar komt te staan. Maar er zijn meer oplossingen dan problemen bij de samen gezamenlijk optrekken. Met een kleine toevoeging. Welk beleid je ook kiest, er zijn consequenties voor de zorg, voor de huisartsen, voor de eerste lijn. Als u zegt de scholen gaan weer open, dan zijn het de ouders die ons bellen met hun vragen. Als u zegt, u mag weer vliegen, maar met mondkapje, dan zijn het de mensen die vliegen die ons bellen en vragen of ze een gezondheidsverklaring mogen. Elke stap die u zet heeft een consequentie voor ons en legt een extra druk er neer. Lopen de besmettingen daarnaast ook nog eens op, dan loopt onze werkdruk ook op. Ik ga afsluitend naar mevrouw Verkoot-Aardissen. Voorzitter, dank. Ik heb nog een vraag over scholen. Want u schrijft ook in uw brief, hè, van dat we eigenlijk aan het kabinet en aan het OMT zouden moeten vragen van ja, hè, is dat nou wel verantwoord in alle gebieden? Kunnen ze zonder voorwaarden open? We zien ook in de leeftijd 15 plus dat jongeren wel degelijk heel veel bijdragen aan het verspreiden van het virus. Wat is uw visie daar eigenlijk op? Als we nu kijken naar waar we gebruik van kunnen maken van het aantal richtlijnen om ons heen, evidence-based richtlijnen, en ik kijk dan weer naar bijvoorbeeld een organisatie als het ECDC,
dan is daar de afgelopen week is daar weer een technisch rapport verschenen wat hier een uitspraak over doet. En ik heb dat met interesse gelezen en ook gezien dat ook zij daar niet een heel duidelijke uitspraak over kunnen doen in de richting, in de ene richting of in de andere richting. In feite wat zij concluderen, the jury is still out. Dat is op een bepaalde manier is dat heel geruststellend. Dat betekent namelijk ook dat zij niet hele duidelijke aanwijzingen hebben dat er een groot risico zit in het heropenen van scholen. Het blijft een onderdeel van onderzoek, dus je moet ook heel voorzichtig zijn hoe je dit nu gaat communiceren naar alle groeperingen. Maar op dit moment is ook hun conclusie van ja goed, er is geen reden op met de huidige stand van zaken van wetenschap om heel duidelijk een beleid te doen van die scholen moeten niet open. Daarnaast blijft het belangrijk dat we een consequent en een logisch beleid voeren in Nederland. Ik heb ook voor de deelnemers van het LAX horen zeggen, scholieren zelf, van ja, waarom vragen jullie ons niet om mondkapjes in de klas te doen, bijvoorbeeld? Nou, dan kom je ook weer in die mondkapjesdiscussie van, hebben we epidemiologisch bewijs dat het bijdraagt of niet? Maar ik zou hier en nu praktisch willen zeggen, als we al een consequent beleid hebben voor mondkapjes in het openbaar vervoer, en we hebben het over scholieren die in een klas zitten gedurende een veel langere tijd dan mensen die gebruik maken van een trein. En er is een draagvlak, dat wordt ook aangegeven. Dan zou het logisch zijn om dat met elkaar te verbinden. Met de moeilijke risicocommunicatie, dat je op een gegeven moment wel de deur openlaat van ja goed, wij zijn nog steeds aan het leren en misschien dat we over een maand hier op een andere manier mee omgaan. Als je dat helder risico communiceert, dan zullen bijna alle stakeholders ook een draai over een tijd wel kunnen accepteren, denk ik. Oké, stakeholders betekent alle belanghebbenden. Dus u zegt open scholen, maar eventueel wel met een mondkapje omdat er draagvlak voor is. U vult aan, mevrouw Ippenburg. Nee, ik denk dat dit heel erg helder is. En dat betekent dus ook dat als je die mondkapjes gaat dragen, dat wij hier eigenlijk ook met mondkapjes hadden moeten zitten, als het goede voorbeeld. Ik kijk even naar de klok. De heer Bosman, mevrouw Ippenburg, ik wil u de gelegenheid geven om nog 1 of 2 concrete punten te geven die u aan ons mee zou willen geven voor het debat straks. Dus als u zegt van dit zijn nog de 2 zaken die ik mee zou willen geven aan de commissie. Ik zou graag een perspectief willen meegeven wat in onze ogen een belangrijk kader is voor het debat wat u gaat voeren. De lessen die wij zien sinds januari is dat de Nederlandse preparedness was serieus voorbereid, maar desondanks heeft COVID ons laten zien, heeft ons echt getoond dat we op sommige scenario's niet waren voorbereid. We hebben ook geleerd dat de zorgsector en de openbare gezondheidszorg enorm hebben geschakeld. En dat de planners, de uitvoerenden bij de IC's, bij de acute zorg, bij de langdurige zorg, bij de GGD's, die hebben onder hoge tijddruk en een geweldige extra infrastructuur opgebouwd. Onze boodschap is ook, als kader, als context voor uw debat, de zorgcapaciteit is in onze ogen nog niet hersteld. De mensen zijn nog niet hersteld. Nederland kan zich op dit moment nog geen volgende escalatie permitteren. Laten we vanuit het debat zoveel mogelijk concrete stappen nemen in het kader van alle vragen die we hiervoor in het afgelopen uur hebben gehad, zodat we echt sterker de herfst en de winter in kunnen gaan. Dank, mevrouw Ippenburg. Met daarbij het besef nemende dat op het moment dat er een brandhaard is, waar dan ook in een land, dat die escalatie ook al gaande is voor de zorg daar op dat moment. Inderdaad, we zijn er nog niet hersteld, maar we staan er nog steeds. En we kunnen nog steeds heel veel doen, heel veel organiseren en heel veel in samenspraak gaan brengen. En zeker voor degenen die nu weer ervaren hoe het is om in een brandhaard te staan. En we zien nu scherper en helderder vanuit de zorg wat de mensen buiten nodig hebben. Ze vertellen het ons, de signalen zijn er. We krijgen zoveel informatie waar niks mee wordt gedaan. En waarbij we weliswaar op individueel niveau stappen kunnen maken. Maar ik vraag u om het bredere geheel te zien. En te zien dat we eigenlijk allemaal met onze armen openstaan om iedereen hier in Nederland te kunnen helpen, ongeacht afkomst, ongeacht hun situatie.
Mag ik u heel hartelijk danken, de heer Bosman, mevrouw Ippenburg, maar ook uw achterstand en ondersteuning. Het is nu 11:15. Er is nog ruimte om straks even informeel na te praten. Maar ik wil u ongelooflijk bedanken dat u de tijd en de moeite heeft genomen om op zo'n korte termijn hier te zijn. Heel veel dank. En ook dank aan iedereen elders in het land die ons met raad en daad bijstaat. Ik sluit deze niet formele, maar wel belangrijke hoorzitting. En nogmaals heel veel dank.